chocoladetaart. Nee, aardbeientaart. Het is chocoladetaart met aardbeien. Nou ja, dan hebben we beide gelijk. Maar er zitten wel meer aardbeien op de chocolade. Mogen we een stukje, Basiel? Oh, nee, sorry, Camille. Mevrouw Flora heeft me gevraagd deze taart speciaal te bakken voor de man die komt voor het onderhoud van de verwarming. Oh, de onderhoudsman van de verwarming, die ben ik vergeten te bellen. Al kan ik hem natuurlijk ook altijd later bellen. Mijn lappen! Au! Er wordt niet van de taart geproefd. Bevel van mevrouw Flora. Voilà. Goed, ik ga de groente halen voor de soep. Klappen! Blijven, hè? Ja, ja. Uiteraard. Ja, maar. Maar goed dat Linde hier niet is. Dat is waar. Zij zou niet van de taart kunnen afblijven. Maar wij... Wij kunnen makkelijk nee zeggen tegen zo'n stukje taart. Voor ons is dat geen enkel probleem. Wij hebben karakter. Dit is echt de lekkerste chocoladetaart die ik ooit heb gegeten. Aardbeientaart. Goedemorgen. Oh, ik zie dat de taart al op is. Heeft de onderhoudsman die hier helemaal opgegeten? Ja... Hij had honger. Veel honger. En? Is alles in orde met de verwarming? Ja hoor. Zo goed als nieuw. Prima, dan mag jij de verwarming straks opstarten, Camille. Het gaat namelijk vriezen deze week. Komt in orde, mevrouw Flora. Wat moeten we nu doen? We hebben geen taart meer om aan de onderhoudsman te geven. Het onderhoud zelf doen, voordat Basiel terugkomt. Prima idee. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Ik denk dat je moet draaien. Violet, laat ik nu maar aan mij over. Ik weet wat ik doe. Ik moet er gewoon aan trekken. Draaien! Trekken! Hoi. Oh, draai het dus! Hoi, ik denk dat het nu nog meer stuk is. Als je Flora dit te weten komt, we moeten het snel herstellen. Is er iets? Nee, niks. Is het taart? De onderhoudsman heeft ze al opgegeten. Hij vond hem heel lekker. Mm. Ja, ze was dan ook prinsesselijk lekker. Hè? Goed. Basiel, blijf je nog lang in de keuken? Ja, Camille. Heel de ochtend, ik moet toch nog de soep maken. Weet, waarom? Zomaar. Ik denk dat we er dan maar mee weg zijn. Wat nu? We kunnen de verwarming niet herstellen zolang Basiel in de keuken is. En als we de verwarming niet herstellen, dan wordt het straks overal koud. En dan weet mevrouw Flora dat er iets mis is. We moeten tijd winnen. Ja, jij wint tijd en ik ga een tijdje weg. Tot alles opgelost is. Nee, meneertje. Jij bent een deel van het probleem, dus je wordt ook een deel van de oplossing. Oké, denk. Ding. Niks. Ik weet het. Met directrice Flora van Prinsessia. Hallo, u spreekt met assistente van de koning. Van de koning? Ja. Het is om u mee te delen dat de koning heeft besloten om een koude dag in te voeren. Vandaag. Een koude dag? Wat is dat dan? Dat is een dag dat u de verwarming niet mag aanzetten om zo kosten te besparen. En het is goed voor het milieu. Vreemd. Dat is de eerste keer dat ik hiervan hoor. Er stond ook niks van in het koninklijke blad. Nee. Dat heb je vandaag beslist. Dat kan zomaar. Ja. Wacht. Ik zal u de koning zelf even geven. Een ogenblikje alstublieft.
Goedemorgen. Mevrouw Flora, u spreekt met de koning. Majesteit, wat een eer. Inderdaad. Mag ik op u rekenen voor het succes van Koude Dag? Dat mag u zeker, majesteit. Toedeloe? Toedeloe? En wat is dat met die kroon? Dan kan ik me toch beter inleven in mijn rol. Waar is Iris? Die is weer met een of ander sprookje bezig. Oh, wat is het koud vandaag. Ik hoop maar dat we hete soep krijgen. Oh, ik vind het ook koud. En Prins ook. Mijn spiegeltje bevriest bijna. Zou de verwarming wel aan zijn? De verwarming? Tuurlijk. Als we het allemaal zo koud hebben, dan kunnen we toch beter dansen? Prinses zijn, wel dan hoef je niets te vrezen. Wij geven jou nu het startsein. Dankzij onze raad weet ik dat jij vroeg of laat als prinsesje door het leven gaat. SOS, een prinses, ja prinses, maakt van jou een wondermooi prinsesje. SOS, een prinses, ja prinses, is je allerbeste leraar. Is klaar. Ah, soep. Is die goed heet? Ja. Camille, ik heb zo net een telefoon gekregen van zijn majesteit de koning. Om kosten te besparen wordt vandaag de verwarming uitgezet. Zorg jij daarvoor? Daar kan je op rekenen, mevrouw Flora. Geen verwarming? Maar het is al zo koud met de verwarming nog aan. Maar het is maar tot morgenmiddag, prinses Roos. En op bevel van de koning. Zou jij het raam niet dicht doen? Nee, ik heb het niet kou. Ik ben de sneeuwkoningin. Uit welk sprookje? Uit de sneeuwkoningin. Dat had ik kunnen weten. Oei, de les. Ik kom niet meer uit bed vandaag. Waarom niet? Het is veel te koud. Straks word ik verkouden of krijg ik de griep of de mazelen. Van kou krijg je toch geen mazelen? En zou jij niet ook eens iets warmers aantrekken? Nee, want ik ben de sneeuwkoningin. En als sneeuwkoningin heb ik geen warme kleren nodig. Ik ben dol op ijs, kou en vries. Ik denk dat je verstand al is bevroren. Waar blijven die prinsessen toch? Ik wil graag met de les beginnen voordat ik bevries. Oh, ik ben er al, juf Flora. Roos, ben jij dat? Ah, waar is de rest? Sorry dat ik zo laat ben, juf Flora. Ik kan niet zo snel meer stappen. Maar liefje, kun je beter een deken nemen? Prinses Iris, moet jij je niet wat warmer aankleden? Nee, ik heb geen kou. Hoe kan dat nu? Het is ijs koud. Ik ben de sneeuwkoningin uit het sprookje. De sneeuwkoningin? Ja, inderdaad. De sneeuwkoningin kan perfect tegen de kou. Ze houdt van de kou, ze is de kou! Snel, voor de Basiel terugkomt. Zo, dat dingetje moet daar. Nee, ik denk dat dingetje daar moet. Maar nee, dingetjes moeten toch altijd daar? Hoe weet jij dat? Je weet niet eens hoe dat dingetje heet. Jij ook niet. Gelukt. De verwarming start op. Zie je wel dat dingetje daar moest? Jij weet dus niks van dingetjes. Waarom? Nu. En nu ligt sneeuwkoningin Iris met koorts in bed. Oh,
Ik heb haar nog zo gezegd dat ze zich warmer moest aankleden. Goed, ik laat de dokter wel komen. Hallo, directrice Flora van Prinsessia. Goedemorgen, mevrouw Flora. U spreekt terug met de koning. Uw majesteit. Wegens het groot succes van Koude Dag heb ik besloten de actie te verlengen. Het wordt nu Koude Week. Een hele week? Dat is wel erg lang, uw majesteit. Nou, dat valt wel mee, mevrouw. Camille! Ik dacht, ik kan beter in stijl. Kou leiden. Zeg, Camille, kun jij niks maken of zo, zodat we het warm krijgen? Hoorde ik daar nu iemand Camille zeggen? Carwiel. Ja, mijn assistente kwam binnen en zei... Carwiel, het karwiel was kapot en zij heeft het gemaakt. Dus ik kan op u rekenen voor Koude Week, mevrouw Flora. Waar heeft Camille het over en waarom heeft hij een kroon op? Oh, dat was een van mijn onderdanen. Prettige Koude Week nog. Oh, dat was op het nippertje. Mevrouw Flora. Flora. Camille. Of moet ik zeggen, uw majesteit? Nee, Camille is goed. Waarom doe jij alsof jij een koning bent? En waarom mag de verwarming niet aan? Omdat de verwarming stuk is feitelijk. Stuk? En de onderhoudsman is net geweest. Ja, dat... Dat is een grappig verhaal. Camille en ik hebben zo'n beetje de hele taart van de onderhoudsman opgegeten. Per ongeluk. En toen hebben we gezegd dat hij al was geweest... En toen zelf maar het onderhoud gedaan. En toen... En toen is de verwarming een beetje stuk gegaan. Grappig, hè? Zie je me lachen? Ja, ik kan er ook echt niet mee lachen, hoor. En ik nog veel minder. Ik vind het wel grappig. Een beetje dan. Camille, jij belt de onderhoudsman en vraagt hem te komen voor een herstelling. Dringend. Jawel, mevrouw Flora. En zolang de verwarming niet hersteld is, wil ik een enorme berg brandhout. En wie zal dat gaan doen, denk je?